Die ernstigste nationale partij wat in 1969 tot stand gekom het, nadat 4 parlementslede van die nationale partij weggebreek het, hou sy 21ste verjaarsdagviering die naweek in Pretoria. Ons het vanaand die leier van die partij, meneer Jaap Maree, in die atelier. Die vraagstellers is Tim Du Plessis van Beeld en langs Tim met ons Jean Oosthuizen van Transvaler en Dries van Heerden van die Sunday Times. En allemaal van u, goeienaand en baie welkom. Goeienaand. Meneer Maree, meen u dat u partij, wat op die oomblik geen setels in die parlement het nie, en in een stadium slegs Sasolburg as een setel gehad het, nog enigszins een bestaansreg het in die huidige politiek? Een partij se bestaansreg hang nie af van parlementêre verteenwoordiging. Het hang af daarvan of hy genoegsame verskil van die bestaande partye het om sy bestaan te regverdig. En die geskiedenis het gewys dat die ANP, vans dat hy gestig is, nie net verskil het van die nationale partij nie, maar van alle partijen wat ook daarna ontstaan het. As daar nie verskil was tussen die ANP, sy beginsels en beleid, en die andere partijen nie, dan sou daar geen bestaansreg gewees het nie. Maar meneer Maree, ek het 'n bietjie navorsing gedoen. Die afgelope 21 jaar het u by 395 geleenthede kandidaten gestel, of van 'n algemene verkiesing of van 'n tussenverkiesing. U kon een keer wen. In 3/4 van die gevalle kon die kandidaat nie eens die deposito bou nie. Is daar nie 'n gevoel dat die kiesers besig is om 'n boodskap aan die oor te dra na 21 jaar nie? Jy weet, dit is maklik om so met klompie syfers te noem, maar onthou u wat in 1981 se algemene verkiesing gebeur het? Toe ons in Transvaal in baie kiesafdelings meer as 40% van die stemme gekry het, en in Transvaal gemiddeld waar ons teen die nasionale partij te staan gekom het, het ons 33% van die stemme gekry. En daardeur het ons regstreeks bygedra tot die skeuring in die nasionale partij, omdat 'n groot getal van die nasionale partijlede wat destyds so skraps gewen het, besef het dat hulle in 'n volgende algemene verkiesing deur die ANP verslaan sou word. Maar verlede jaar. En daarom het hulle weggebreek. Maar verlede jaar. Dus in die groot politieke gebeurtenis in die 80er jare was dit die ANP wat regstreeks verantwoordelik was daar. Verlede dan met ander woorde dat die ANP nog deur middel van die stembus 'n verkiesing kan wen en aan bewind kan kom. Ja, kyk, jy moet nou maar aanneem dat die getalle is 'n baie onduursame faktor in die politiek. Mense wat vandag vir jou stem, stem môre nie vir jou nie. Hoeveel mense wat vir die vorige, sê nou maar in 87, vir die nasionale partij gestem het, stem vandag nie vir hom nie. Een man wat sy politiek bou op die wisselvalligheid van getalle, bou op sand. Daar is in die politiek en in 'n volkse lewe faktore wat nie getel en gemeet en geweeg kan word nie. Trou, waarheid, plig, eer, wat ons eintlik die reg gee om vandag te staan waar die groot Afrikaanse nasionale party leiers gestaan het. Ons verteenwoordig nie net 'n beleid nie, ons verteenwoordig ook die hoë tradisie van openlike, eerlike, harde politiek in Suid-Afrika wat die kenmerk van die nasionale party was. Maar dis heeltemal waar wat u sê. Wat u sê is, mens kan heeltemal daarmee saamgaan, mens kan dit insien, maar politiek gaan oor mag. En om mag te bekom moet mens verkiesings wen, moet jy setels in die hande kry. En die punt is, die nasionale party, die herstigte nasionale party was nog nooit eers na by 'n punt wat hy kon gesê het, ons kom by die mag uit nie. Dis nie die funksie van 'n politieke partij om so optree dat 'n ander politieke partij tot stand kom, soos wat nou na 81 in die geval van die KAPI gebeur het nie. 'n politieke partij moet mag kry en hy kom nie na by die punt nie. Ek moet onthou, daar is 2 dinge. Die een is om reg te wees, is om 'n mag te wees. Dit is waarom die ANP vandag en vir altyd gestig is. So tot as 'n vyand behandel is deur die nasionale party. Die tweede ding is dat hoewel ons nie aan die mag gekom het nie, was ons eerste mikpunt om die nasionale party te stuit op die pad waarop hy gegaan het. Maar het hy daarin geslaag? En die mate waarin ons in 1981 daarin geslaag het om die nasionale party tot 'n skeuring te dwing, was 'n baie belangrike fase in die proses om hom te stuit. As daar byvoorbeeld ander verwikkelings was, dat daar 'n konsolidasie aan die regterkant gekom het nadat die KP manne weggebreek het in 82, dan was die moontlikheid baie sterk dat die nasionale party verslaan. Nee, maar he, waarom dink jy dus daar is 'n klompie faktore wat bygedra het daartoe dat ons nie juis as 'n politieke party in die mag gekom het nie, maar dat ons 'n groot invloed uitgeoefen het op die politiek, daaraan kan niemand twyfel nie. Jean, waarom dink jy het die KP dit reg gekry om binne 'n redelike kort tydperk
soveel steen te monster, terwyl die ANP dit nooit kon regkry nie. Dit is die toevalligheid geweest daarvan dat toe hulle weggebreek het met 'n 20-tal lede in die parlement, het die gewone kiezer, wat nie baie goed ingelig is nooit oor die werklike dieperliggende oorwegings in die politiek nie, die KP gesien het as 'n voertuig wat miskien makliker en gouer die nasionale party kan verslaan. Maar die KP, soos wat meneer Du Plessis se koerant na die dag geskryf het, het nou erken, hy is 'n middelparty. En 'n middelparty het nog nooit in die geskiedenis van Suid-Afrika groot wonderwerke verrig nie. 'N Middelparty beweeg altyd links. As hy eers tot die middel beweeg het, beweeg hy links. En die sin van die ANP se bestaan is juist dat hy onwrikbaar die regse basis beset, wat die kragbasis in die politiek van Suid-Afrika is. Meneer Marema, die feite is tog dat u verlede jaar, kom ons vergeet van 81, in die 89 verkiesing van die Kaap tot in Messina 5000 stemme gekry het. Dit is minder as wat die meeste ander partye in een enkele sedel kry. Bestaan hierdie volk wie se waardes u vir die woorde gereg? Of is dit maar net 'n versameling van u familie en 'n paar vriende wat nou nog by die party probeer bly? Ja, u sien, u moet besef dat daar is 'n tussenstadium in die politiek waarin ons vandag is. Ons was besig om in 1981, wat sê van 1979 af, die faktor in die politiek te word wat die vinnigste gegroei het. Maar die tussenkoms van die KP het nou 'n verandering teweeggebring. En die KP groei eintlik op die morele kapitaal van die ANP. En die feit is dat namate die KP bewys dat hy kan daarin slaag om die regering te verslaan of te stuit, sal die ANP waarskynlik agteruit gaan. Maar as die KP dit nie doen nie, dan kan dit net bydra tot die groei van die ANP. Soos ons nou reeds weer ondervinding het. Dit lyk asof daar in die laaste tyd 'n soort van 'n samegroeiing is tussen die ANP en die AWB. Nou weet ons, daar was 'n tyd gewees wat lede van die ANP verbied was om lid te wees van die AWB. Is daar so 'n samegroeiing en waaraan sou jy dit toeskryf? En u praat van beginsels, maar u het in 1987 het u in die verkiesing in 87 het u die AWB beveg. U het met hulle swaarde gekruis oor hulle standpunt dat hulle die parlementêre demokrasie verwerp. Nou weet nou van beginsels verander. Nee, ek wil net eers daar antwoord. Kyk, ons het die beginsel wat ons gehandhaaf het, dat jy kan nie tegelijkertydig aan twee politieke partye behoort. Die handhaaf ons nou nog. Ons ANP-lede word nie lid van die AWB nie. Ons hou gesamentlike vergadering. Sal ANP-lede wat lid is van die AWB geskoors word uit die ANP? Eksies. As 'n lid van die ANP, sal hy geskoors word uit die ANP as hy weet hy is ook lid van die AWB? Ons het dit vir al ons lede bekend gemaak dat hy, as hy aansluit by die AWB, verbeur hy sy lidmaatskap in die ANP. Dus ons het nie daar ons houding verander nie. Wat ons gemeenskaplik het nou, is ons geveg teen die huidige beleid van die regering. Dit is die een ding wat ons by mekaar bring. En u sal onthou, in 1987, januari 87, het ek gesê dat as die AWB sou sy registrasie as politieke party gebruik en opereer as 'n politieke party, kan ons met hom 'n verstandhouding bereik, al sou ons in oor beleidsake verskil. U sê dat in 87 het ons die AWB beveg, omdat hy tot die partypolitiek toegetree het. Eintlik het hy nie tot die partypolitiek toegetree in 87 nie. Hy het hom vereenselwig met die KP in 'n verklaring waar daar groot klomp onwaarhede was, wat die skuld vir die gebrek aan samenwerking op die ANP geplaas was, terwyl dit glad nie die geval was. Daaroor het ons die AWB kwalik geneem. Maar dit is 'n gebeurtenis wat verby is en wat nie nou meer in die politiek groot relevantie. Maar dat is ook 'n ander punt. U is in wese 'n demokraat. Ek bedoel, iemand wat so baie verkiesings betlei en so baie verloor, moet glo in die gesag van die stembus. Hier is u in alliansie met 'n party en met 'n leier wat benewens alle ander kaskanades openlik sê dat hulle nie glo in die parlementêre stelsel nie. Meneer Eugene Ter Blanche verwys daarna as die Britse Joodse stelsel. Hoe bring jy die kloutjie by die oor daar? Jy sal onthou die AWB het sy program van beginsels heeltemal herskryf. Ek weet nie of jy daarvan bewus is nie. Die terme waarvan jy nou praat, die verskyn nie meer in die AWB se program van beginsels nie. Maar dat meneer Ter Blanche 'n ander rol speel as 'n gewone politieke party in 'n sekere sin, dit is waar. Maar
die manier waarop hij optreedt in het openbare leven, door openbare vergaderingen te houden en die regering aan te vallen in blote partijpolitieke termen. Maak hom maar baie naby aan een politieke partij. En dat is eindelijk baie min wat hom vandag onderskei van een politieke partij. Behalwe dat hij nou die commando stig als een aanhangsel van die AWB, wat waarschijnlijk nog niet geen eindelijke duidelijke identificatie heeft. Meneer Marie, ik heb vanochtend een beetje gaan lezen die geschiedenis van die stichting van die ANP. En in verskeie bronnen merk mens op dat Dr. Treurnig destijds als redacteur van Hoofstad was hij betrokken geweest, zijn naam wordt aanhoudend genoemd in verband met die mensen wat uiteindelijk die ANP gesticht heeft. Kan u misschien vandaag voor ons een beetje nou na 21 jaar die sluier lig, wat precies, wat was zijn rol geweest, wat heeft hij gedaan, wat was die aard van die skakeling tussen die mensen wat die ANP gesticht het en Dr. Treurnig, en wat er daar gebeurd? Ik denk als een mens die boek van Beaumont Skoeman, Foster's 1000 dagen gelezen het, dan weet jij dat Dr. Treurnig, met mijzelf en met baie van die mannen wat later in die kap in die ANP was, baie intieme verhouding gehad het en oor wezenlijk al die politieke strijdvraag samengestemd het. Toen was hij nog een nationalist. Ja. Toen was hij nog in die NP. Ja, ja. Ons was allemaal samen in NP. Ja. En soos die politiek verwikkel het, was ons dikwijls in gesprekken en hij was in correspondentie met Louis Stoffberg en andere mensen, waar hij alles onderschreef het wat ons onderschreef het. En toen het op stuk van zaken gekomen het, juffrouw Kreer zei ons het weggebrek van die Nationale Partij, ons is eindelijk uitgeskopt, omdat ons niet bereid was om achter de Nationale Partij aan te bewegen op die linkse pad waarop hij gegaan het nie. Maar toen die breuk gekomen het, toen was daar een actiecomité wat moest besluiten waar die pad voorin toe was. En ik en dominee Jan Jooste, Dr. Treurnig, gaan spreek daarover. Sy houding was, andere politieke partij is niet die antwoord. Toen ik daar aan hom gestel, dat kijk, jouw vriend Louis Stoffberg is nou uit die Nationale Partij uitgeskopt oor die beginsels wat jij al dacht. En jij zei, andere politieke partij is nou niet die antwoord. En dan vraag ik voor jou, wat is dan die antwoord? En daarop heeft hij net gezwijg. Wat denk je vandaag van hom? Ik wil niet persoonlijk wees nie. Ik denk dat is een beetje te persoonlijk die vraag. Maar hoe taxeer je hom as 'n politicus vandaag? Hoe taxeer je hom as 'n politicus vandaag? Wel, ik denk Dr. Treurnig was in die Nationale Partij teen sy beter weten en teen sy oortuiging 13 jaar lang. En die feit dat hij weggebreek het in 82 kan toch net aan een van twee redes gewijd worden. Hij het in die Nationale Partij 13 jaar lang geblei omdat hij gegloed het is recht, wat ik niet denk die geval is nie. En nou erken hij was verkeerd. Of dat hij in die Nationale Partij geblei het, wetende dat het verkeerd was, maar dat uit andere oorwegings gedoen het, wat ik niet nou wil bespreken. Nie. Maar enig een van die twee is een beetje van een moeilijke ding om in die politiek te hanteer. Meneer Marie Dries het nou daarna verwijs dat hy nog altijd democratisch opgetreed en dat hij altijd een democraat was. Ons sal waarschijnlijk binnenkort een referendum hou oor een nieuwe grondwet. Dan wil ek graag vir u vra, wanneer die uitslag van die referendum bekendgemaak word en die meerderheid blank is, sou ten gunste wees van een nieuwe grondwet. Sal die ANP die uitslag van so'n referendum aanvaar? Kijk, u moet niet die voorgestelde referendum uitleg op zijn eie nie. Die wezenlijke ding wat dit raak is meneer de Klerk se standpunt, dat hij bezig is om een onomkeerbare orde te skep. En dan aan die einde, wanneer hij klaar onomkeerbare orde geskep het, een formalisering daarvan te hebben in een concept grondwet waar je dan kan stemmen. Die dag op die congres het weer duidelijk gesteld dat voordat de nieuwe grondwet geïmplementeerd wordt, die blanke kiezer specifiek die geleentheid zal hebben om daarover uit te spreken. Ja, kijk, wat hij dan nou doet, hij is bezig om alles te veranderen. Hij klaar het beginsel van één mens, één stem aanvaard. Een onverdeelde Zuid-Afrika met de enkele burgerschap. Dus die grondwet gaan daarop gebouwd wees. En om daar die constitutionele orde zinvol te maken, is hij bezig om die economische en sociale bestel in verhouding daarmee te brengen. Dit is wat hij zei, wat die onomkeerbare orde gaan wees. Hij skip een sociaal-economische orde waarop die grondwet net moet pas. Dus als zou daar een nieuwe stem in die referendum wees, dan betekent dat nog, jij zit met de onomkeerbare sociale en economische orde. Wat er zin maakt dit? Die logische ding zou wees dat jij een grondwet daar stel wat zekere oogmerken heeft. En dan, als daar die grondwet goedgekeurd wordt, dan wordt die sociale en economische bestel een verhouding daarmee gebracht. En daarom, die referendum, is, zoals ik al geschreven heb, dat is een leeuwe soethouwerikie hier aan de eind van die
Precies. Kom ons gaan op een verbeeldingsvlug. Aan elk van u net nog een vraag. Dank u, Dries. Veronderstel, die HMP neem morgen die onwaarschijnlijke gebeuren en die HMP neem morgen die bewind oor. Gaan ons rarig terug naar die dag voor Dr. Verwoerd zijn moord? Is het moeilijk om die land terug te vatten als mensen geschreven beleid van die HMP lees, terug met instroomingsbeheer, terug met die ondergebied gemengde huwelijke, geen oorlogs in All Blacks rugbyspannen, al komen in elk geval niet meer nie. Al hierdie goed, is het rarig, gaan dit gebeuren onder HMP bewind? Wat denk je gaan in Afrika gebeuren in de volgende 10 jaar? Afrika gaan totaal economisch en politiek in elkaar stort. En die orde wat die nationale partij nou in Zuid-Afrika wil stig, wat kennelijk net één orde kan wees, een ANC-regering. Wijnand Belang het nou bij BIFSA-congres in Durban gesê, een ANC-regering binnen 2 tot 4 jaar. Ek daag meneer de Klerk om te ontken dat hij zelf voorzien een ANC-regering binnen 2 tot 4 jaar. Dus daar die orde wat hij gaan skip, gaan totaal misluk in Zuid-Afrika, net soos ooral. En dit gaan een ANC-regering wees wat communistisch beheer is, wat ook misluk het. Dit is een dubbele mislukking. Die Afrika-experiment het misluk, die communistische experiment in Oost-Europa het misluk. Dus, u reken nou dat hierdie proces wat nou aan die gang is, met die orde wat daar tans heers, sal eindelijk maar net so voortrol. Daar gaan geweldig ingegryp word wat een totaal nieuwe toestand skep. En u moet dit onthou, in die geschiedenis was daar al malle, baie malle, waar daar een onomkeerbare toestand voor die Afrikaner geskep het, en die Afrikaner het dit elke keer weer omgekeer. Kan ons vraag vir Jean se laatste vraag, so bevkort? Nee, maar op een persoonlijke vlak. Hoe lang by oog en nog om in die actieve partijpolitiek betrokken te wees? Je weet, een politieke leier is niet een staatsambtenaar wat op een zekere tijd aftreedt. Hij is in de handen van andere mensen en andere machten. En ik is helemaal bereid om, zolang als wat mensen mij vertrouwen, om daarmee aan te gaan, En misschien zelfs met bij groot verwachtings in de volgende paar jaar van politieke verwikkelings. Kan ik vragen, in die lucht van die somberprinkje wat u geskets het, in antwoord op die vraag van Dries, denk u niet professor Karel Boshoff's optie van een Afrikaner volksstaat iewester is een optie wat meer levensvatbaar is? Ach, kijk, als een mens nou een abstractie die ding beskou, maar hoe gaan je so ding tot stand brengen? Als je de regering zelf in je handen hebt en je wil dan die hele Zuid-Afrika weggeven en daar een stukje voor jou, dat is toch zinloos. Als je niet de regering in handen hebt, dan moet jij een regering hebben wat jou goed gezind is en voor jou zegt, man, goed, jij wil de hele Zuid-Afrika prijzen, je kan daar een stukje grond krijgen. Ik kan niet zien dat daar een regering zal wees wat het zal doen. De nationale partij zal het niet doen. ANC-regering zal het niet doen. Nou, hoe moet je dat dan krijgen? Onderhandel. Exis. Onderhandel daarover. Wel, als je wil onderhandel en hulle wil het niet voor jou geven, nie, waarom? En al zou je onderhandelen, ik denk niet daar is één wat het zal geven. Dus in abstractie is het een goede ding, ik denk niet een goede ding, maar een soort oplossing. Maar ik denk niet dat het enigszins zinvol te bespreken in de politiek nie. Meneer Jaap Maree, de leier van de HNP, baie dankie dat u ons speciale gast was vanavond in die atelier. Ons hoop u te vreugdevolle verjaardagviering die naweek en vooral morgen waar die verjaarsdag is. Andries van Heerden, Jean Oosthuizen, Tim de Plessis, voor jullie bijdrage, baie dankie, julle het my taak lig gemaak. Dankie Maree, goeienacht. Het is kans voor mij om nou voor u te groet. Rian blijft nog oor met de opsomming van die dagse nuusgebeure en ons vertrouw u gaan die rest van die aanvoer TV1 geniet. Tot ziens.